Goedendag dames en heren, Manny Bonte is de naam en dit keer niet met een vlog, maar met een rectificatie. Wat wil het geval? Ik zit gisteravond op mijn gemakkie televisie te kijken, een programma, dat is dat wel eens gezien, iets met de wereld. En ik weet niet meer precies hoe of dat het heet, zo'n gezellig programma waar we bij elkaar aan tafel zitten. En daar zit Hanneke Groenteman. Hanneke Groenteman is een vrouw op leeftijd, dus dat spreekt mij natuurlijk anders. Ik denk, nou, blijf toch even kijken wat ze nou te zeggen heeft. Nou, wat schetst mijn verbazing? Mevrouw Groenteman, die is op cursus en die doet de cursus filmen. Nou, daar moest ik eigenlijk inwendig om lachen, want ik dacht, zit je al die jaren in de televisiebusiness, word je op je arme leeftijd nog op een cursus? Nou, dat zou ik zelf nooit doen. Ik ben dan gek. Nee, ik ben zelf heel behendig met de camera inmiddels en ik weet me goed te redden. Afijn, wat wist ze nog meer te vertellen, mevrouw Groenteman? Dat zij misschien wel gaat vloggen. Kijk, dat moet ze natuurlijk zelf weten, daar kan ik zelf niks aan veranderen. Hè? Iedereen heeft het recht gewoon om te doen wat of dat hij wil. Maar wat ik wel een beetje raar vond, was dat er net gedaan werd alsof zij de oudste vlogster zou zijn van Nederland. Kijk, en toen dacht ik, nou wordt het tijd om iets recht te zetten, want dat laat ik niet over mijn kant gaan natuurlijk. Hé? Dus, ik wil een paar dingen even duidelijk stellen. Mevrouw Groenteman, ik vind u een topvrouw, daar gaat het niet over. Maar laten we niet doen of dat u de oudste vlogster zou wezen. En laten we ook helemaal niet doen alsof u de eerste oudste vlogster zou wezen. Want één keer mensen die u voorgegaan zijn. En ik ga het graag met u die challenge aan. Dus als u dat leuk vindt, dan gaan we een challenge doen. En dan zullen we eens kijken wie of dat hier de oudste is. Verder wens ik natuurlijk het beste voor u. Hè, en voor uw vlogkanaal. En hoop ik vooral dat de mensen blijven kijken en blijven liken hier. Mevrouw Groenteman, nog één dingetje. Laten we het volgende afspreken. Dat ik dan gewoon first ben. En dat u een hele goede second bent. Hé, ik zeg van dat gemaakt.